We hebben een stadswandeling met thema dakloosheid. En het persoonlijke verhaal van de gids is leidend in de rondleiding hier toevallig in Nijmegen. En in die wandeling vertellen mensen hun persoonlijke verhaal hoe het is om dakloos te zijn of zijn geweest. Als je meeloopt met de stadswandeling zie je veel meer van Nijmegen. De gids vertelt de studenten over hoe het is om dakloos te zijn in de stad en deelt eigen ervaringen. Je kijkt dus inderdaad met andere ogen even naar de stad. Waar je normaal, als je nu wandelt lekker door de stad heen, is hartstikke leuk en mooi en aardig. Maar als mensen je erop gaan wijzen, dus mensen die dat te ervaren hebben, dan laat ze je dat hoekje zien waar mensen gewoon 's nachts hun plekje vinden om daar maar te gaan slapen. En allerlei van dat soort zaken worden er besproken. Dat krijg je dan ook te zien en dat krijg je ook mee te horen. We hopen hiermee dat mensen wat toleranter worden, wat verdraagzamer worden en meer begrip voor de situatie waarin mensen terecht kunnen komen. En hoe dat zo komt, dat kun je dan rechtstreeks vragen aan zo'n persoon, zonder te oordelen. En dan kijk je dus ook anders tegen iemand aan. Dus dan krijg je ook andere ogen om naar een persoon te kijken. En het is vandaag Werelddaklozendag. Wat vindt u ervan dat er zo'n dag is? Het zou niet moeten mogen. Het zou niet moeten mogen. Het is helaas dat het moet. Maar het zou niet mogen bestaan.